Zo, het is nu vrijdagmorgen en klaar voor een nieuw avontuur. Opvallend genoeg is het water ineens een stuk troebeler. Het is ook behoorlijk hoog. Maar het stroomt enorm hard, wat het lastig maakt. Maar je weet maar nooit, we gaan het gewoon weer proberen. Dus blijven kijken. Voorlopig de eerste. Nou, het zijn ukkies, maar het is in ieder geval vis. Nou, het is een beetje stookkwartier. Het is niet anders. Ook niet leuk, joh. Nou, daar moeten we het mee doen vandaag, met zulkes. Eindelijk een iets buiten. Ik ben groter, maar.
Ja, dat had het toch wel geloven. Denk ik. Nou, het is ook geen monster, maar het is in ieder geval net iets beter. Hè? En deze heeft een misvormd vinnetje. Hier, onder zijn bak. Kijk, dit dus. Ze zijn niet groot, maar ja, het is wel nummer 5. Ja, ze zijn niet groot, maar als het slecht gaat, dan denk ik er wel weer blij mee. Thank you.
ook weer een grote. Oh ja. Dat is nog wel een aardige, denk ik. Dat is nog weer een leuke. Het is van tegen de 80. Nou, dat was eindelijk weer eens een dag met flink wat aanbeten. En het gekke is, vanmorgen waaide het hard. En het was zo dood als een pier. En met de middag kreeg ik mijn eerste aanbeet en het begon wat minder te waaien. Ik ben op een plek gegaan waar het wat harder stroomde en ja, dat bleek toch de oplossing. Want in no time een serie beten en een aardige stapel vis met een paar tachtigers erbij. Dus gewoon lekker gevist. En, ja, de temperatuur, watertemperatuur is wat gedaald, 10,7. De luchttemperatuur was denk ik een graad of 13, 14, dat weet ik niet precies. Maar het was gewoon fris met die harde wind erop. En nu begint het ja, door duidelijk minder wind wat aangenamer te worden. Maar goed, daar wordt het steeds korter en het is in no time donker. Dus terug richting de auto en op naar de warme hap. En dan zien we maandag wel weer.